Wanneer ben jij voor het laatst door je spullen gegaan? Was dat met een verhuizing of misschien een voorjaarsschoonmaak? Als je eenmaal begint met opruimen, dan is het ook tijd om keuzes te maken. Sommige mensen nemen het advies van schoonmaakgoeroes aan. Hi, I'm Marie Kondo. I'm so excited to introduce my tidy cones. Die kijken of een onderwerp je vreugde schenkt. Maar wat nou als iets vreugde schenkt, maar je kan het toch niet bewaren? Misschien is er een ouder of een grootouder overleden. En laten ze een heel huis achter. En die spullen, die hebben naast een emotionele, misschien ook wel een historische waarde. Misschien kun je het wel bij het stadsarchief aanleveren. Vandaag gaan we leren wat je wel en ook niet aan kan leveren bij het stadsarchief. Ik ben trouwens Vloggen. Ik maak films over de geschiedenis van Amsterdam en vandaag wordt het stadsarchief. Laten we snel gaan kijken. Ik ben Annemarie Kwakenaak. Ik werk voor het Stadsarchief Amsterdam. Bij de afdeling verwerving ontvangen we de stukken die mensen in bewaring willen geven en aan ons willen schenken. Het Stadsarchief heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds moeten ze documenten voor de gemeente opslaan en anderzijds willen ze een afspiegeling van de geschiedenis van de stad zijn. En die archiveertaak, die neemt het Stadsarchief erg serieus. Voor alles wat de gemeente doet, of de belangrijke dingen, die worden voor de eeuwigheid bewaard. Voor de eeuwigheid bewaard, ja. Ja. Zodat de generaties na ons onderzoek kunnen doen naar de geschiedenis van de stad Amsterdam en haar inwoners. Voor de eeuwigheid bewaard, dat is imposant. En hoe zit het dan met die particuliere archieven? Omdat die eigenlijk een aanvulling vormen op de gemeentelijke archieven. Om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de historie van Amsterdam. Voor het indienen van archiefstukken zijn ook bepaalde voorwaarden bedacht. We gaan uit van drie punten, waarbij de belangrijkste is dat het over Amsterdam moet gaan en de inwoners van Amsterdam. Daarnaast moeten de stukken een historische waarde vertegenwoordigen. En het moet van toegevoegde waarde zijn op onze collectie. Dus als ze stukken dubbel zijn, dan nemen we ze niet op. En wat is die historische waarde nou? Nou, neem bijvoorbeeld een foto van een interieur uit de jaren 20. Daarvan heeft het stadsarchief nog niet zoveel en willen ze graag hebben. Maar een krantenknipsel uit die tijd, daar hebben ze al meer dan genoeg van. Ik ben Rianne Groskamp, werk bij het Stadsarchief sinds 2001 en sinds 2009 voor verwerving. Rianne is betrokken geweest bij het verwerven van een heel bijzonder archief. Dit was het archief van Uy Cheng Sit. Hij heeft een opleiding tot apotheker gedaan en daarnaast was hij heel erg geïnteresseerd in kunst. En is hij uiteindelijk ook kunstenaar geworden, eigenlijk meer kunstenaar dan apotheker. En dit archief hebben wij verworven van zijn kinderen. Eenmaal hadden besloten of overeengekomen waren dat het archief van Uy Cheng Sit veel meer is dan alleen maar zijn tekeningen. Zijn Annemarie en ik samen langs geweest en hebben we samen bekeken wat er wat interessant is om op te nemen. Hoe weet je nou of je iets moois in handen hebt? In het geval van René Uy, hij schonk het archief van zijn vader, de kunstenaar-apotheker Uy Cheng Sit. En we kunnen van hem horen waarom dat eigenlijk deed. Mijn vader was een Chinees uit Indonesië, uit Java, die voor de oorlog is geëmigreerd naar Nederland. Dus eind jaren 50 opende hij een apotheek Uy op de Prinsgracht in Amsterdam. Het was ook een belangrijk punt in de Jordaan. Typische ontmoetingplek van de buurt, de armoedzaaiers uit de Jordaan, als de mensen van de grachtengordel, waar zowel Johnny Jordaan zijn zetpillen kwam halen, maar van de andere kant kwam ook Hans van Mierlo hoofdpijnpoeders halen als hij een kater had. Of dokter Anders P. Kwam daar zijn pillen halen. Maar in de etalage stelde hij kunst tentoon van zijn eigen werk, maar ook van zijn buurtgenoten. Welke kant is boven? Ja, precies. Altijd een puzzel. Ik ben het werk steeds meer gaan waarderen naarmate ik ouder werd. Als kind was het gewoon heel lastig om te doorgronden wat het voor werk was. Zeker als je aan je vader vroeg, papa, wat is dit nou? En hij met het klassieke antwoord kwam, ja, als ik het kon uitleggen, had ik het niet gemaakt. Oh ja, Sit, nog één ding. Wat is nou eigenlijk kunst? We zijn aangekomen op Plaats Delict. Jawel. Waar zijn we? We zijn op de Prinsgracht nummer 128, hoek Nieuwe Leliestraat. Dit is het pand waar... Breng ons er naartoe. Ja, waar ik ben opgegroeid. Dat is mijn zus. Oh, nou, je meent het. Ja. Natuurlijk die combinatie met een apotheek.
En die kunst, ja, dat was natuurlijk idioot. Er kwam wel eens de inspectie langs en die deden dan zo. Die gingen dan met hun vinger langs de hele toonbank en dan enorm veel stof dan. En dat vonden ze dan natuurlijk helemaal niet... De bedoeling. Zoals het hoorde. En als je dan een object of een archief aanbiedt bij het Stadsarchief, dan zorgen ze er goed voor. Voor jou en voor toekomstige generaties. Ja, ik vind het ontzettend interessant van deze tijd dat je zoveel kunt digitaliseren. Het blijft hier voor de eeuwigheid bewaard. En mensen kunnen er onderzoek naar doen. En stukken worden in principe gescand voor de archiefbank en voor de beeldbank. Dus komen daarmee ook voor een heel breed publiek worden ze toegankelijk. Ja, dat is fantastisch en belangrijk om dat voor de toekomst te behouden. En stel nou dat je overweegt om net zo'n bijzondere Amsterdammer als Uitjenksit te worden. Wat moet je dan met je archief doen? Breng er in ieder geval structuur in aan. Dus stop correspondentie bij correspondentie, doe de foto's bij de foto's, doe het filmmateriaal bij elkaar en zorg in ieder geval voor een beetje structuur. Denk niet alleen aan papier, we willen ook graag digitaal materiaal. De chatgeschiedenis met mijn ex. Hangt er vanaf. Als jouw ex een bekende Amsterdamse is, dan kan dat interessant zijn. Dan ga ik nog aan werken. Ja, precies. Misschien denk je wel, ik ben of ken geen markante Amsterdammer. Dat maakt gelukkig niet uit. Het Stadsarchief is ook geïnteresseerd in objecten van gewone Amsterdammers, zoals jij en ik. Dus ga eens in gesprek met je ouders en je grootouders en hun geschiedenis. Misschien hebben zij wel een object dat thuis hoort in het Stadsarchief. En zo niet, dan hou je er in ieder geval een mooi verhaal over. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.